Yo mensen van Sven en Koen, mijn naam is Koen. En mijn naam is Sven. Ik zit een beetje in de schaduw, maar ik heb een cadeautje voor jullie. Kom eens kijken. Kijk eens wat ik heb, jongens. Eén mooie trommel. Nou, echt, dit is... Wat jij al zei, hiermee kom je naar buiten lopen om 12 uur. Ja, dit is echt zoiets dat je denkt van, hey, dit is een collectietje. Kost onder nabij 100 euro. Nou... Ja, misschien wel ietsjes meer. Ik weet niet hoeveel het is, maar het zijn best wel goede budgetcakes. Dus die gaan we lekker afsteken. Ja, maar kijk, ook die fluit. Die fluit. Iedereen zegt, steek ze nou eens af in de avond. Ja, die avonddingen, alles wat jullie zeiden, steek nou eens af in de avond, hebben we meegenomen. Ook deze, want ik weet zeker dat Koen denkt van, inderdaad, die wil ik eens keer in de avond zien. Ja, de golden fontein hier voor je neus. Nee, ja, die ook. Maar even zoeken waar die staat. Is dit hem? Nee. Wat wel, wat zoek je? Ja, misschien ben ik hem vergeten. Of zit hij er nog in? Nee, ik weet het niet meer. Nee, maar wat doet hij? Ja, die is mooi. Zie je. Bam, bam, bam. Maar knalt hij in de lucht? Ja, zeker. Is een prachtig ding. Nou, laten we beginnen met wat fontein dingetjes. Ja, maak een show. Begin maar meteen een showtje. Ik weet een leuk showtje. Kijk. Klaar voor? Abonnatuur ligt, ja. Zo. Is dit mooi of is dit mooi? Ik weet niet of dit mooi is. Mooi. Ja, och, kijk dan op die camera. Dit is och, vet, hoor. Dit is zeer schön. En de golf is erbij. Zo! Nou, ik vind de zilveren wel mooier. Maar de gouden, die heeft weer meer regenachtig. Nou, dan gaat de fly. Laten we eens even goed zien. Kijk eens. Dat is een bol. 500 shots even in je mail. 500 shots. Nou, fik erin. Lekker oud en nieuw achtig, hè? Nou, fik erin, Koen. Zo. Och. Hoe mooi moet dit zijn? In de avond, ja. Oh. Het ziet er wel echt vet uit. Ja, dit was vet, hoor. Dit is lekker hoor, ja, dat je echt af en toe zo'n sproeitje doet. Kijk dan. Kijk dan. 500 shots. Dit wil ik echt om 12 uur hoor. Ja, dit is echt vet. En dan echt gewoon 3 tegelijk. Ja, zo, maar in de avond is echt mooi. Misschien dat we snel moeten zijn, want het gaat regenen. Inderdaad, snel. Ik heb hier een oranje vuurpijl, let's go. Hey, dit is jouw aansteker. Hey, hallo. Dit is een mooie hoor. Dit is een hele mooie. Deze kennen we wel. Prachtig. Nou, gelijk nog eentje. Oh, het is wazig, maat. Als je kut met een druppie op de lens, dan gaat die wazig. Oh, dat is kut, ja. Knallen goed. Zo. Nou, nog één. Nou. Nog een pijl. Ja, dit is kut met regenmaat. Ja? Ik zie gewoon een hele lens flare vlek. Dan moeten we stoppen. Ja, dit is kut. Volgende keer verder, jongens. Ja. En in één keer is het 60 uur later en het is een nieuwe dag. Dat niet alleen. Ik heb hem gevonden. Ja, jij wou mij deze zo graag laten zien. Ja, zal ik die even laten zien? Nou, ik blijf hier staan. Veilig achter de cakes die niet niks kunnen. Laat mij maar eens zien hoe mooi dit dingetje is. Dat doe je toch niet zo? Hier. Ik was maar ging een beetje raar die cake. Ik doe deze. Doe dan alle twee tegelijk, twee Duitse. Of niet, wacht eens. Ja. Of zijn het er drie? Het zijn er drie. Drie pakketje voor 15 euro, je weet het zelf. Drie tegelijk. Nou jongens, daar gaan ze. Drie stuks. Ga je maar. Nou. Wel bij die. Nou ja, weet je waar ik begin? bij de Netjes! Kijk!
Och. 15 euro even, hè? Voor drie van die dingen. Heel vet. Echt heel vet. Het sneeuwt ook. We moeten... Het sneeuwt echt. Zo, kijk, het sneeuwt echt, jongens. Kijk. Kijk, het sneeuwt. Kijk. Kijk. Het begint te sneeuwen. Dat meen je niet. Dat meen ik niet. Zo. Leuk. Nou, jouw beurt. Kies wat uit het kerstpakket. Zullen we deze testen? Schud! Dus dit is waarschijnlijk een finale. Nou, oh, je hebt hem al. Kan wat lijken, wat lijken, wat lijken, wat lijken. Hier, Frank. Dat doe je toch niet zo? Zo! Och! Een knettertje, hoor je niet? Tak! Komt ie hoor, Koen nou! Ja! Gij hebt een idee. Je zegt, ik vond hem zo mooi dat we de tweede gelijk moeten doen. Dat is deze kleine. Dat zijn de geheimen. Dat is de 1, 2, 3 Duitse lijn kleine versie. Dit is de ice. Dat is nummer 2, kijk. Oh. Kijk, doet ie even! Och! Och! Die is mooi. Kijk. Och. En er zijn er maar 2, hè? Ja, besef. Dat is netjes. 1 compound. Och, wat een mooi shot zo, hè? Dus even zo'n muziek. Let's go. Alle 3? Ik denk het. Oh. Oh. Dat ging heel snel. Dit ging en heel snel en heel mooi. Nou, nu gaan we eens naar de serieuze blokken. Ja, gaan we serieuze doe die kleine nog maar even. Deze? Ja, doe maar even. Altijd je cakes even klemmen als je cakes hebt. Ja. En zo niet pak bakstenen, maar dat gaat hier even niet. Dus inderdaad, we moeten het even goed klemmen. En dan het liefst helemaal onze kant op. Dus als hij valt... Dan valt hij goed. Dan valt hij niet onze kant op. Maar naar de buurman. Maar de buurman. Nee, hier is, nee niemand, hier, is niemand. Hier is niemand. Kan nu? Ja, naar Abbe Naturli. Welk is dit eigenlijk? Misschien wel leuk om te vermelden. Premiere Adobe Pro 6. Hey. Let's nou, go. Kijk, kijk hoe mooi. Die mist. Zo, check die kring. Nou, tik erin. Five. Welk nummer is dit? Wie weet is dit de finale? Kijk hoe mooi. Dit is mooi, hè? Ik hoor dingetjes vallen. Nice. Geen alleen even wat mis met filmen. Ik wou autofocusje zo erg uit. De camera ging uit. Ja. Nou, die hebben we nog nooit gehad, die groene. Nee, die White Red Rebel klinkt me wel bekend. Mij ook wel. Of die video hebben ze nog niet gezien, want hij is niet kindvriendelijk. Ik weet niet hoeveel gram deze is, maar deze zou best nog wel eens 500 gram kunnen zijn. Nou. Maar voor meer informatie, check even Vuurlijk Totaal een beetje genoeg. Gewoon lekker lonten. We hebben hier eindelijk geïnvesteerd in een mooie lamp achter ons. Oh, zo. Hé, wat trouwens ook is. Grote cakes, dat is een prachtig mooi voordeel. Zo, kijk dit. Dat is een mooie... Ga verder met je verhaal. Grote cakes vallen niet om. Nee. De eerste is gewoon een lamp. Het is mooi met een lamp. Zo! Ho, ho, ho.
Nou, maat, 100% 500 gram. Hoe mooi was deze doorlond? Nou, dat gaan we nu merken. Ja, die was echt mooi. Daar komt er nog één. Nee, dit was hem. Dus je zag toch net die, hoe heet het? Oh, ik heb geen eens de lont gehoord. Ik zie dat lontje nu net branden. Daarom zeg ik, hoe mooi is deze? Ja, ik dacht, hij komt nog, joh. Nee, joh. Oh, dan heb je hem heel snel doorgevonden. Ja, dat bedoel ik. Daar heb ik echt, daarom zei ik dit. Wow, veel mooi lontjes tegen. Altijd oppassen. Maar dit was mooi. Nou, deze waren allebei volgens mij wel 500 gram. Ik denk dat ze allebei wel 500 gram waren. Maar die eerste was wat meer kleur. En die andere bleef wat langer in de lucht hangen. Allebei waren ze prachtig. Wel echt schitterend zo, hè? Nou, dit was me wel een showtje hoor. Dit was prachtig. Ik ben trots op mijn doorlond artikel. Ik had het geen eens gemerkt, zo trots kan je op je zijn. Ja, ik zag gewoon die... Het waren allebei soort van dezelfde cakes. Alleen de ene had wat meer kleur en de andere bleef wat langer. Maar ze hadden allebei schrik lekker tempo. Zo, als je dit al in je straat hebt. Wow. Mensen, bedankt voor het kijken. Later. Knul, sluit de video af. We hebben er nog één. Staat die stabiel? Kut, jong. Deze gaat omvallen. Heel mooi. Oh. Die was mooi. Wauw. Kringetje inderdaad. Nou, mensen, bedankt voor het kijken. Later!